Vandaag ga ik Minecraft spelen met 100 kijkers. Ik sta hier met heel veel mensen. En ze moeten rondjes gaan rennen. Wat doe jij daar? Ze moeten rondjes gaan rennen, wederom. Maar niet zomaar. Ze moeten blijven shiften. Ze mogen niet shift loslaten. Bukken, anders ga je dood. Degene die als laatste overblijft, die wint natuurlijk. Wederom geven we geen 100 euro weg. Het geld groeit ons nog steeds niet op de rug. Laten we ze naar de start halen, Robin. Ik tp ze. Hoppakee! Hoppa. Ja, daar zitten ze met z'n allen. We zijn eigenlijk met 130 man of zo. Ik weet niet hoeveel te zijn. Meer dan normaal. Veel te veel. We gaan nu de uitleg geven aan de mensen. Robin, ik denk dat ze er klaar voor zijn. Ze zijn allemaal hartstikke snel. In 3, 2, en in 1. En go! Hoppakee, daar gaan ze met z'n allen. Als we een naam zien, dan gaan ze dood. Ze mogen heel even opstaan. Oh, ik zie hier iemand al. Ja, ik zie iemand die gaat dood. Hier komen. Kom hier, Elsa! Ze is te snel. Voor me, kill jij dan maar. Oh, ik ben benieuwd of mensen... Oh, ze gaan hier al dood. Nee, jongens. Weet je hoeveel octo's er ook deze keer zijn? Iedereen heeft besloten laten we een octo-skin nemen. Oh, maar deze gaan al veel mensen dood. Je moet ze goed volgen, hè? Ja? Ja, goed in de gaten. Als je een nametagje ziet, dan gaan ze dood. Hè. En ze kunnen, als het goed is, kunnen ze het makkelijk halen. Als je het zo ziet, heel veel nemen de tijd. Dat is slim van ze. Want we hebben gezegd, het is geen race. Maar kijk, ze gaan met z'n tweeën. Die Octo. Oh, deze skin is cursed, Robin. Dat is eentje van ons. Oh, half makkers, half open doos. Kijk, ze met z'n allen gaan. Hè. En voorzichtig dat ze zijn. We gaan het met de loop van de tijd ook natuurlijk moeilijker maken. Ik heb niet idee. Ja, ik zag jou wel. Je dacht heeft hij geunshift? Heeft hij geunshift? Ah. Ja. Arm ding. Hé, weer zo net de octo hier. Hoeveel octo's zouden er zijn? Ik ga stellen. 1. Hey. Ja. Hij is er weer. 2 octo's. 3, 4, 5. Er zijn er gewoon te veel. Er zijn echt te veel octo's. Hier heb je een blauwe, maar lijkt een bosbes. Waarom doen mensen dit zo goed, ouwe? Je kan het Justin. Je kan... Waar is Justin? Oh, hij is nu bij Divines. Is dit Justin? Ja. Nee, nou, haal hem maar terug. Oh, Peter Griffin is alweer af. Het is niet zo handig, hè, Peter. Weet je wat? Omdat we zo'n haat hadden vorige aflevering naar Peter. Hier, Peter. Een tweede kans. Ga maar. Rennen, Peter. Ik ben voor like Bosbes. Hij kan het. Je kan het, Bosbes. Ik geloof in je. Zullen we het even een beetje moeilijker maken? Alvast gewoon. Ja, prima. Kijk, ik heb een idee. Als we dit nou zo hier weghalen, deze hele lijn. Ja. Hoppakee. Oh, ik denk er is iemand ingevallen, maar jij bent het. Ja, ja. Kom op. Nou, het is te halen, toch? Ja, zie je, het is te halen. Je kan het, Lars. Ja. Nee. Lars, waarom? Maar, kom op, broer. Er zijn zoveel mensen dood, joh. Oh, ja, tuurlijk, joh. Maar ja, tuurlijk, er zijn er nog genoeg over, hè. Er zijn er echt nog heel... Kijk hoeveel er hier bezig zijn. Waarom doen ze wederom een polonaise? Ik vraag het niet eens meer. Hey, dit is de originele Octo. Jeetje, laten we Jeetje een tweede kans geven. Jeetje, omdat hij de originele Octo is, krijgt hij een tweede kans. Als jij denkt dat het tijd is voor Project ES, dan moet jij het zeggen. Wat is Project ES? Project Extra Snelheid. Oh, extra nog een... Nee, juist... Of juist... Nee, houd nog maar even hier. We gaan het eerste parcours moeilijker maken. Kijk, ik heb een idee. Ik heb dit voorbereid. Ik heb het parcours natuurlijk zelf gemaakt. Kijk, hè. Als ik nou hier dit allemaal weghaal, dan wordt de laatste sprong wat moeilijker voor. Zeg, ga jij maar. Ja, want dit is veel te makkelijk hier aan het einde. Als we dit nou zo doen en dan hier ook deze weg, dan maken we het even wat moeilijker voor ze. 1, 2, hoppakee. Wat is dit voor skin? Hij kijkt altijd omhoog. Hey, het is Justin weer. Hey, Justin. Oké, we moeten allebei een favoriet hebben. Ik had Lijke Bosbes, maar die heb ik al een tijdje niet meer gezien. Oh ja, maar daar vlieg ik nu boven. Oh, ja, hij is er nog. Ja, hij is er nog. Hij had maatjes volgens mij, of niet? Ja, volgens mij wel. Ja, hier staat hij. Lijke Cupcake. Zullen we Lijke Cupcake en Lijke Soft ijsje? Zullen we die ook nog een kans geven? Soft ijs, die is leuk. Ja, die geven we nog een kans. Kijk, mensen gaan via hier. Die gebruiken dit als cheat route. Well, no more. Hoppakee, ze moeten nu een nieuwe, moeilijkere route kiezen. Kijk, hij dacht dat dat zijn route was, hè? Wat ga je doen? Oh, hij kan het. Echt heel goed. Dani Boy. Oh mijn god, maar deze moet dan ook weg. Oh, hier gaan er 2. Ja hoor, Jeetje gaat. Oh, dag Jeetje. Nee, de originele Octo. Kijk een shiften. Kijk een shiften. Ik wil even een oproep doen aan iedereen die een tweede kans krijgt. Een oproep. Ga niet de eerste ronde meteen dood, alsjeblieft. Dat is een goede oproep. Jeetje is ook alweer dood. Oh man. Oké, laten we het hier wederom even moeilijker maken. Maar er ook gewoon te zeggen zoals dit. Een beetje random ertussenuit. Nou, ik denk dat dit ook wel moeilijk genoeg is nu voor ze. Als we het zo... Het is eigenlijk voor sommige paden gewoon niet veranderd, als ik het zo zie. Maar dat maakt niet uit. Ah, ik denk dat we deze wel weer moeilijker kunnen maken hier. Mensen vinden het te makkelijk, denk ik. Ja, ga je, doe je ding, spring.
springen. Ja. Ja. Oh. Oh, kijk, ze zijn slim. Ze gaan nog snel naar de laatste. Ja, dit is te halen, hoor. Dit is sowieso te halen. Ja, ga maar. Ga maar. Daar gaat hij. Hoppakee. Zie je, het is te halen. Hé, Jarno, je kan wel eeuwig hier blijven staan, maar je moet uiteindelijk gaan, hè. Ik heb je al door. Ja, en door. En door. Doorrennen. Hoppakee, goed zo. Maar als dat al kan, dan wil ik het wel helemaal moeilijker voor ze maken. Als we nou gewoon dit echt het moeilijkste er ooit van maken op het moment. Dan ben ik heel benieuwd hoeveel mensen dit nu gaan halen. Oh, deze haalt het gewoon alsof het geen probleem is. Hey, laten we de mensen die dood zijn even wat leuks laten doen, Robin. Vind ik wel een goeie. Ik heb een leuk idee. Oké, Robin, we hebben hier even iedereen vastgezet die nog leeft. Kunnen we even een beetje oriënteren? Het zijn allemaal goede strijders. Was het Justin? Nee, dat was niet Justin. Dat was deze meneer hier. Of wie? Mevrouw. Wie? Midlife Yeti. Hij was niet geshift. Wacht, waarom Yeti? Ja. Waarom? Oh, Yeti, daar. Waar ben je? Daar, ben je? Waarom? Oh. Jeetje, waarom? Ja, we zagen het, hij deed weer! Call camera! Call zo'n camera! Oh, en nou gewoon weer! 1, 2, hoppakee! En hier hebben we iedereen in een cirkel staan. En ik ga met F7 ga ik helemaal heen en weer draaien met mijn muis. En op wie die eindigt, die krijgt een revive. Hoppakee! En ik draai nog een keer aan en nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dan gaan we. Hij eindigt op... Nee! Als ik nu omhoog ga... Dat was Toos met Roos. Nee. Toos met Roos, jawel. Toos met Roos, nee, Toos met Roos. Oké, dan doen we er nog eentje, oké? Hoppakee. Daar gaan we. En de winnaar is... En ja, die zwarte met de zwarte skin, Berend 93. Berend 93. Nou jongens, jullie kunnen weer allemaal rond gaan rennen. Mag ik er ook nog eentje kiezen? Ja hoor. Wie kies je? Wie wordt het? Oh nee. Nee! Nee! Wie is het? Oh nee, het is Like the Cookie. Like the Cookie? Wat is dat voor Octo? Wacht, die wil ik even hier los hebben. Oh, mijn god, wat is dit voor Octo? Wat is er met je gebeurd, Octo? Wat hebben ze met je gedaan? Oké, maar ik ben hier nu voor. Jij bent voor mijn, de... Oké, dan ga ik ook een kampioen kiezen. Mijn kampioen is of Like a Bosbes of half man, half varken. Wil jij nou ook zulke leuke servers hosten of andere events met vrienden doen? Ga dan zeker even naar Kaas Hosting. Linkje staat in de beschrijving. Einde reclamespotje. Nou, laten we gewoon verder gaan. Robin, haal het weg in 3, in 2, in 1. En dan ze flats. Hoppakee. Slash C. Go. Oh mijn god, ze gaan... Oh, ze kunnen hier gewoon makkelijk door de... Dat is die niet. Oh. Dit is echt een nutteloos obstakel. Kijken of er mensen hier doodgaan. Justin doet het slim. Wat doet Justin dan? Justin is gewoon hier een beetje aan het springen. En dan... Ja, en dan Justin. En dan Justin. Nee. En dan, wat gaan we dan doen? Wat gaan we dan doen als je zo'n slimme jongen bent? Hij heeft de tweede kans. Ja, goed zo, Justin. Goed zo. Oh, ja, nu heb je het al verpest. Oké, dan gaan we. Wat ruik je lekker vandaag, Robin? Ja, ik heb nieuwe shampoo. Ben je trouwens nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker even. Robin, voor hoeveel likes gaan we? 3.500. Like the cookie. Ik zag hem net dat hij ging zwemmen in de lava. Ja, nee! Ja, daar is hij! Je kampioen is neer! Oh, nee. Maar mijnen zijn nog over, hè? Mijnen zijn nog over. Octo is mij aan het aanbidden. De Octo's. Wij aanbidden de Octo's ook. Kijk, zie je dit gedeelte? Ik heb een leuk idee. Daar komt hij. Had ze flat. Oh jee. Hey, de tweeën, hoppakee. Ik ga het gewoon veel moeilijker. Ik maak hier gewoon kraters voor ze. Dat ze gewoon niet meer zoveel kunnen. Hier, ze hebben een uitweg gevonden. Dacht het niet, jongens. Oh, maar nu, wat ga je doen? Oh. Wat gaat hij doen? Roemer. Hey, dat is ons verstoppertje winnaar, Roemer. Dit is echt goed. Ja, hij heeft het slim opgelost, hè. Hier, obstakel. En. Obstakel. Oh, Justin is dood. Deze keer echt. Ja. Nee. Echt, ja. Man. Dit is ook wel makkelijk voor ze, hè, die lianen. Dat is echt heel simpel. Of niet? Wat nou als ik gewoon eentje ertussenuit haal? Dan kan dat niet meer. Kan het dan niet meer? Kijk, zo omkeren gelijk. Oh, Joppe gaat het proberen. Ah, arme Joppe. Oh. Kijk, ik ga deze doen. Oh, dit is tricky. Wacht, kijk, doe hem zo. En dan doen we hem aan het einde weg. Want dan kan je het volgens mij nog wel halen. Zo, hè? Of niet? Wat ga je doen, Berend? Berenknuffel. Oh, berenknuffel. Oh, mijn god, dat is gewoon nog te halen. Maar wat tricky. Oh, my days. Klop, like een bosbes. Mijn kampioen. Nee, ga dood. Oh, wat eng. Volgens mij schrikken ze daar helemaal kapot. Hey, deze gast doet het goed hier, de kerstman Flynn. Oh, nevermind, kerstman Flynn is dood. Hij had de druk dat ik naar hem keek. Hij voelde de druk. Nee, Roy Hawk is dood. Oh man, half mens, half varken. Mijn boy. Oh, en een Octo.
Nee. Oh, ze gaan samen. Jongens, ik versnel het proces. Oh. Je hebt zeker het proces versneld. Ik ga het hier weer trickier maken. Want mensen die weten gewoon dat ze het kunnen halen. Dan ga ik een paar ga ik er weghalen. Een paar niet. Hoppakee, zo. Waar ben jij? Helemaal klaar mee. Bij de ladders. Oh. Oh. Oh mijn god. Oh mijn god. Mensen gaan springen met vertrouwen. Mensen springen met te veel vertrouwen. Ja, precies. Ja, ik snap het inderdaad. Zouden mensen al last hebben van een pink, denk je? Oké, nu ben ik benieuwd. Oh ja. Kijk. Hoppakee. Oh, ze kunnen het sowieso wel halen, volgens mij. Of niet? Die guy. Nee. Zie je, ik vertrouw daar niks van. Ze weten gewoon waar wij... Mensen weten te veel. Maar, wat nou als ze... Nee, de bosbes! Mijn kampioenen! Dan is dit mijn nieuwe kampioen, kastplantje. Oké, ik heb ook een favoriet. Een nieuwe. Nou. Dat is een Milou-slijm. Milou-slijm. Laten we hier... Oh, dit is een goeie. Kijk, als we nou zo doen en zo... Ja. En ze zijn dan op die, dan moeten ze terug. Of dan moeten ze via gaan, snap je? Dus laten we die weghalen. En dan moeten ze een beetje... Als ik nou die ook weghaal... Oh mijn god, maar is dit wel te halen? Nou, laten we erachter komen of dit te halen is nog. Oh, wat? Is dit nog wat? Nee. Hoe je net had, moet hij wel. Ik snap er niks meer van. Jawel, hij kan zo. Hij kan, ja, want hij is goed, hè. Hij ging net zo. Laten we het zien. Hier, komt-ie. Ja, daar komt-ie. Onze eerste uitdaging. Kom op, Jaden. Nee, Jaden is slim. Die heeft door wat hij moet doen. Zie je, hier is niks veranderd bij deze. Jaden heeft het door. Dus laten we hier deze dan weghalen. Oh. En dan hier die weghalen. Ik heb een idee. Kijk, daar gaat hij. Oh, oh. Oh, nee! Nee, Mr. Miel, my boy! Oké, hier de volgende. Oh, maar... Oh, deze gast is goed. Wie is dit? Hij is goed. Daar komt jouw champion. Mijn kampioen. Kom op, kampioen. Oh. Nee, kampioen! Oh, jongens, de kampioen. Daar gaat hij. En hij schreeuwt. En hij is bang. En ik verlos hem uit zijn lijden. Of ik heb een goeie. Ja, ik heb een leuke. Voor de ladders. Dan moeten ze op de ladders springen. Kan wat? Ik ga me elk moment achterkomen. Oh, ze kan er gewoon tegenaan lopen. Robin, er moet nog eentje verder. Ze kunnen er gewoon... Niet waar. Jawel, via deze. Hier, kijk. Kan er gewoon tegenaan. Oh, daar heb je de eerste. Oh, het is veel te makkelijk. Laten we er nog één weghalen. Oh, daar heb je hem. Kijk. Pas maar op, hoor. Jongeman. Ja, wat gaan we doen nou, hè? Weet ik niet. Ja, het is stalen. Kom op, het is stalen, jongeman. Ja, het is gewoon even wat enger, maar het is stalen. Laten we dit ook even moeilijker maken voor ze, dat ze zo moeten. Oeh, dan moeten ze een soort sprongetje maken. Ja, en dan moeten ze zo... Wacht, is dit te halen? Ja, dit is zeker te halen, al zonder speed. Oh, mijn god. Ja, dit is stalen. Het is eng, maar behaalbaar. Ik zag dit! Dit zag ik! Hij wil shiften! Wajo, Q in shiften! Wajo, hallo! Stoppen! Stop nou! Nee. Blijf staan! Stoppen, jongeman. Nee, we hebben gezien wat jij deed. Hij moet het even realiseren alleen. Ja, goed zo. Dat zag ik. Ja, we hebben het gezien. Jawel. Ja. We hebben het gezien, jongeman. Camerabeelden. We gaan even een flashback doen nadat hij unshifte. Oh, ja, ik zag dit. Dit zag ik. Dat was een mooie flashback, hè, Robin. Wat doen we? Ja. Nou, we kennen de reglementen. Ja, ga jij maar. Ashna. Yeah! Maar wacht eens, hoeveel mensen hebben we dus nu dan nog? 1, 2, 3. Nou, we brengen ze naar start. We gaan ze even in de call doen. Alright, jongens, jullie mogen voor een seconde even shift loslaten. Even jullie pink even tot rust laten komen. Even, jullie zijn af. Hij zal helemaal paar zijn. Jongens, hoe voelt jullie pink? Ja, niet. Gaat nog wel prima, denk ik. Ja, het gaat. Hebben jullie een tactiek of zo? Of willen jullie dat liever niet zeggen? Dat jullie helemaal tegenstrijdig met elkaar en weet ik veel wat? Of... Ja, win is de tactiek, hè? Ja, win is de tactiek, dat klopt. Welke vinden jullie het moeilijkst? De finds. Nou, dan gaan we die zo nog even moeilijker maken. Welke is makkelijkst? Kopwebs. Ah, oké. Okay. Nee, welke? Dan, de kopwebs. Ja, dat is aan het begin. Nee, dat weten we genoeg. Hé, jongens, gunnen jullie het elkaar of zeg je nee, ik wil gewoon winnen? Ja, ik wil wel winnen. Wel winnen, natuurlijk. Natuurlijk. Oké, jongens, succes. We gaan verder. Shift niet loslaten. Je kent de regels. De beste mag winnen. Ja, ik ben benieuwd. Nou. Voor wie ben jij? Nu kunnen we echt... Ja, ik ben voor Kifke. Jij bent voor Kifke? Dan ben ik voor... Kijk, iedereen meerennen trouwens. Ja. Dan ben ik wel voor... maar dat vind ik lullig, want er blijft er één iemand over. Ja, dan ben jij voor die andere twee. Dan ben ik voor YouTube Jaden. Nee, dan ben ik ook... Ik ben voor allebei. Nee! Nee! Toxic! Het komt omdat ik zijn naam aan het begin niet zei. Het ja, dat weet ik zeker. Doei. Oh. Ik heb uit slijden verlost. Kijk, deze die zigzag helemaal om zoveel mogelijk tijd te winnen. Wacht, dan heb ik een eerlijk idee.
Jongens, we gaan de laatste ronde in. En vandaag, de laatste ronde, we maken er een race van. Ik ben zo benieuwd wat we gaan doen. Ze moeten een rondje rennen. En degene die als eerst weer over de finishlijn is, die als eerst op de finishlijn terechtkomt, die wint. Ben je er klaar voor, Robin? Ja, ze snappen het principe. Ik moet wel zeggen, ik vind ze super slim, want ze gaan allebei in de middel. Ja, natuurlijk, je moet de binnenbaan nemen, hè? Ja, dat bedoel ik. We gaan het zien. 3, 2, 1, go! Go! Hoppakee. Oh, Kifka had een valse start. Ja, Kifka. Nou, een goede start juist inderdaad. Had hij YouTube Jaden. Valse start is het anders. Oeh, ik ben benieuwd. Hij neemt de buitenbaan. Dat is misschien niet heel slim van Kifka. Maar YouTube Jaden, die gaat voor, hè? Oeh, ik vind het serieus echt heel spannend wie er nu gaat winnen. Ik vind het serieus echt heel spannend. En iedereen meerennen ook, hè? Daar gaan ze met z'n allen. Oeh, het is een achtervolging. Ze hebben hier maar één blok. Ja, dus ze moeten het slim spelen. Ze moeten het slim gaan spelen. Ja, dit gaat goed. Oeh, dit gaat nog soepel. Oh, ik ben zo benieuwd wie gaat er winnen. Ja, hij heeft echt een voorsprong. Oh, ze gaan deze kant nemen. Hij heeft zeker een voorsprong. Oh, maar nu is hij dichtbij. Zo, dit was even een inhaalmanoeuvre bijna. Oh, ja. Ja, hij is dichterbij gekomen. Oh, mijn god, ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd. Ze gaan nu ook stressen, hè? Oh, dit vind ik lullig. Oh, kom op. Kifka. Misschien kan je hem nog inhalen. Misschien kan je hem nog inhalen. Ja, kom op. Oeh, nee, dit gaat denk ik een win worden voor YouTube Jaden. Dit gaat denk ik een win worden. Een Victory Royale. Nee! Nee, Kifka! Oh, YouTube Jaden. Je bent de terechte winnaar. Ja, we hebben hem. We hebben een winnaar. Arme Kifka. YouTube Jaden. Hij heeft gewoon gewonnen. Laat hem even naar de call brengen. Jaden, je mag je pink kusjes geven, want je hebt gewonnen. Yes. Je pink die op die shift heeft gestreden. Kijk, iedereen aanbid je al die octo's, die zijn voor jou. Wat vond je ervan? Leuk. Ja? Vond je het moeilijk? Ja, niet echt. Als je zo gaat doen. Nee, je prijs komt eraan, man. Ik sleep je heel even weg nog en dan haal ik je zo meteen terug voor je prijs. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. We hebben een terechte winnaar vandaag. Was een goede strijd. Veel nieuwe memes. Maar voor nu, spreek later. Glaasje water, tot 4 flesje bier. Doeg!